Dit is de Cultuuragenda. In samenwerking met Theater Speelhuis in Helmond. Hadewig Minis neemt haar mannen mee naar het theater voor een concert vol melancholische nummers, sexy swingende songs, opzwepende basriffs en Minis aparte stemgeluid. De teksten en muziek zijn door haar zelf geschreven. Op het podium staat Minis als zichzelf. Eerlijker kan niet. Op woensdag 26 november te zien in Helmond. Een uniek en onverwacht koppel. De Friese voorman van De Kast en de Limburgse zanger van bluesmuziek. G. Reinders en Siep van der Ploeg met de voorstelling Pompenblet en Proemenvlaai. Dit luchtige liedjesprogramma met meerstemmige zang en aanstekelijke praatjes gaat over de spanning van elkaar willen begrijpen. Of het nu in het Fries, Limburgs, Engels of zelfs Nederlands is. U zult zien, het verschil is overal gelijk. Op zaterdag 29 november te zien in Theater Speelhuis. De wereldberoemde Charles Aznavour schreef meer dan 1000 liedjes en zong in het Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans. Maar nog nooit in het Nederlands. Dit jaar wordt hij 90. Ter ere daarvan dook Marijn Brouwers in Aznavours rijke repertoire, vertaalde en verzamelde de prachtige liedjes en geeft ze nu in het Nederlands cadeau. Op zondag 30 november te zien in Helmond. Tot zover de Cultuuragenda. Meer informatie op theaterspeelhuis.nl.